Onder de grond zit aardgas. Dat wordt opgepompt en gaat via leidingen naar je huis. Vaak wordt het gebruikt om iets lekkers op te koken. Maar we gebruiken nog veel meer gas om ons huis te verwarmen en ons water. Dat gebeurt met je cv-ketel. Helaas komt daar wel CO2 bij vrij. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar met 7 miljoen huizen bij elkaar is dat niet goed voor het klimaat. Daarom heeft de overheid besloten dat we in alle woningen gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent niet dat je water opeens koud is. Er zijn andere opties. Allereerst een leiding met warm water naar je huis. Het warmtenet. De tweede is veel meer elektrisch verwarmen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp bij jou thuis. En als derde en laatste kunnen we van mest en ander afval biogas maken. Door het hele land worden hier plannen voor gemaakt. En op onze website kan je zien of die plannen er al in jouw buurt zijn. Zo zorgen we met z'n allen voor het klimaat.